Vrijdagmiddag is altijd een spannende middag op de beurs. Het is inmiddels na 5:30. De beurs is gesloten en de AEX staat op 537. Wat mij betreft enigszins teleurstellend. Ik had verwacht dat we in het spoor van Amerika mee omhoog zouden gaan. Dat is gedeeltelijk gebeurd. Uiteindelijk ligt er nog een hobbeltje te wachten om getest te worden. Dat zal ongetwijfeld volgende week gebeuren, 540. Als we daar doorheen kunnen breken, kan de AEX verder de schade gaan inlopen. Want die schade die is in Europa inmiddels toch echt nog niet hersteld. Zeker als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt. Want in Duitsland zien we zelfs echt sterk achterblijvende koersen. De DAX heeft amper 20% van de daling van februari weten te herpakken. Dat is heel erg weinig. Ook vandaag stelde die markt teleur. Je ziet dan dat wellicht de staalmaatregelen en inclusief de auto-industrie daar last van gaan hebben. En dat is misschien de reden dat die DAX zo onder druk ligt. In Amerika hebben ze daar eigenlijk wel zin in, want ja, de koersen zijn weer hard op weg richting misschien wel de oude toppen. De Nasdaq is het dichtst erbij en die is bijna in de buurt van die oude top. Nog 1-2 zetjes van een procentje erbij en huppatee, we staan weer terug op de high. De technologie is in trek. Dat is voor ASML in Amsterdam ook goed nieuws, want ASML is een van de aandelen die een nieuwe high maakte vandaag. Net marginaal weliswaar, boven de 169, maar een nieuwe high voor ASML. Dus die heeft de schade meer dan ingelopen. En je ziet wel meer dat bij met name de sterkere fundamentele bedrijven die goede kwartaalcijfers hadden, de schade heel snel weer hersteld wordt. Er zijn ook uitschieters, bijvoorbeeld ING in negatieve zin. Daar brak juist het bodempje op 14,50 en daar zitten we nog steeds onder. Heel opvallend. En dat had echt niks te maken met die mooie salarisverhoging van meneer Hamers. Maar hoe dan ook, daar zie je dus druk op de koersen. De rentemarkt, is dat dan misschien een reden? Nee, eigenlijk niet, want die is eigenlijk min of meer stilgevallen. Zowel de bonds in Europa als de T-bonds in Amerika hebben op dit moment geen echte duidelijke bewegingen. Het gaat een beetje zijwaarts, maar zeker niet richting de oude toppen daar. Als het gaat om de rente dan. Wat dan wel? Nou, de olieprijs ligt ook zijwaarts. De goudprijs ligt een beetje op zijn steunniveau. 13,10 is daar cruciaal voor de korte termijn. Dus daar is het allemaal niet te doen. Euro-dollar? Nee, zit midden in de range op 1,23. 1,216 is een bodem. 1,255 is een weerstand. Daar zitten we dus ook midden in die range. Ja, we zullen het moeten hebben van misschien dan toch maar weer een beetje dat Amerika wat hopelijk dan volgende week Europa verder op sleeptouw gaat nemen. Vanmiddag zat het er in ieder geval niet in, maar misschien was dat te dicht op het weekend. In ieder geval volgende week nieuwe kansen daar in Amsterdam. En uiteraard wens ik u een heel plezierig weekend. Bye bye.